Nou, dus voor het dorp is dat nogal dramatisch, want mensen gaan er in inkomen achteruit, dat is inmiddels duidelijk. Dus het is niet alleen voor de mensen zelf heeft een grote impact in verband met hun bestedingen, in verband met hun huizen, hypotheken. Maar ook voor onze middenstand, want de mensen krijgen straks minder te besteden. En dat is voor alle, we hebben een aantal goede voorzieningen hier in het dorp, zoals de supermarkt, de slager, een warme bakker. En die zullen dat zeker ook merken. Ja, zorgelijk uiteraard, maar al, alles wat er speelt, dat is altijd spannend voor de toekomst. Ja. Wat gaan de mensen dwaren en hoe het voor de middenstand komt. Het hing het allemaal aan, we konden feest op een Lietse dorp. Maar is de reorganisatie nou het begin van de eind of een nieuw begin? Misschien dat dit wel dat we meer klanten binnenbrengt en dat we echt de goede kant op gaan. Dat ken ik. Dat bedrijf was zo'n beurt. Nou ja, let er maar vooruit gaan. Een beetje het positieve vanuit Helly dat het met een reorganisatie dat het weer echt voort aan de groen krijgt. Grote verbouwingsplannen zet Stuiver voor eerst in de ijskast.